Dat is nog een Belgische paardenmolen die nog in België rondgaat. Er zijn er niet zoveel meer. De eigenaar is iemand van Malonië en die trekt nog naar grote kermissen. Dus echt oude carousel wat hem vertelt. Eentjes te vangen en ik heb die een beetje laten sneller gaan. En dat zijn zo'n beetje de trucken van de voor dat de mensen die niet gemakkelijk kunnen grijpen. Dat is in feite de bedoeling daarvan. Dat is een rupsmolen, dat was dus de eerste snelle rupsmolen. In feite de molen zonder kap die toe gaat, maar dus een snelle molen. En dat is ook een exemplaar van de jaren 70. Die noemde toen de Bidul. En stond ook bijvoorbeeld in Leuven op de kermis. Glas snijden we zelf en zet ik ook op plaatjes of waar het op moet, ja. Ja, en de kassa zelf zie ik hier staan ook? Of ja, het moet een klein beetje opbrengen ook, hè. Scooter. En ook die wagens die rijden ook allemaal. Daar krapt wel veel werk in. Maar dat mag het ook mooi. Ik wil zeggen, ja, taxis, hoe meer lampen, hoe mooier in feite ook. Het mag niet overdreven zijn, maar het moet wel... weinig lampen vind ik ook echt niet knap. Dus het moet zo'n beetje realistisch zijn. En op die kermissen, ja, staan veel lampen. Hè. Dat is voor de mensen ertoe aan te trekken naar die kermissen taxis te gaan, ja. Die stond vroeger ook op de oude markt en dan noemen ze een achtbaan. En dat was een racebaan vroeger die in Leuven stond, waar ze heel veel opbouwtijd ook aan besteden. En die nu jammer genoeg niet op de kermis mee staat. Maar dus een bekende nostalgische attractie. En wanneer mensen komen kijken, zijn er veel mensen die zeggen van ah ja, dat is die attractie van de oude markt in Leuven, die herkennen we. Maar je is een record bezig. Ja, dus elke. Dus de meeste attracties hebben ook hun muziek. Dus bijvoorbeeld het Spookhuis heeft echt griezelig muziek. De Bidul heeft meer Studio Brussel muziek in feite. Ja. De paardenmolen dan echt zo die carouselmuziek. Dus elke attractie heeft zijn muziek. Het Reuzenrad heeft echt heel klassieke muziek, wat ook heel mooi is. Dus elke attractie is gekenmerkt door de muziek. Ook een molen van de vorige jaren, zelf van de jaren 20, 30, die je ook spijtig genoeg amper de kermis nog ziet, toch in die uitgave niet. Wat ik ook toch wel vond, dan moest een plaats hebben hier op mijn kermis. Daar kunnen ze met ballen in feite de pinten van de angst smijten van vroeger, ja. Dat is de Spotting Palace, was een bekend boeksberg dat ook in Leuven stond. En daar stonden al mensen te kijken en dan kon je de handschoen vragen en kon je gaan vechten. En als ze won, dan kreeg je een bepaalde bonus.